Zijn reisverhalen en foto's kun je kennen uit kranten, motortijdschriften of het prestigieuze National Geographic. Zo'n 120 dagen per jaar is hij daarvoor over de hele wereld op pad. Het liefste natuurlijk op de motor. Het afgelopen jaar moest dat noodgedwongen wat dichter bij huis dan normaal. Mijn naam is Tom van Appendoorn en dit is de Motorrijders.nl podcast. In deze tweede aflevering gaan we op pad met Hans Avontuur op zijn geboortegrond tussen Gilze en Rijen in Noord-Brabant. Tof app hier. Het is nou leuk en dan niet weten waar je uitkomt eigenlijk. Maar waar rijden we nu heen, Hans? En of je kunt er blijven rijden. We gaan naar het startplek van een waar vroeger motocrosses werden gehouden. Ja. Dat is niet meer zo, maar die plek kun je nog zien. Oeh! Een beetje mul. Het gaat net, hè? Ja. Ho. Hoi. Ah, nog een paar honderd meter, dan zijn we. Yes. Hier zo. Kijk aan. Hier zijn ze. Komen nog eens ergens. Ja, dat is nou het leuke van motorrijden. Absoluut. Dat je plekken komt waar je nooit anders misschien niet komt. Maar oké, dus was dan hier de start? Was hier een bocht? Ja, als je hier, moet je eens kijken. Hup, off-road. Maar oké, dus dan stonden hier die motoren opgesteld voor de hekken, of voor de lint. Wat was het in die tijd nog? Volgens mij was er niks, alleen een vlag. Maar of een touw of zo ervoor. Of een touw. En dan stuift het allemaal die kant op. Ja, je moet je voorstellen dat hier zeg maar 30 of 40 van die motoren staan. Die crossmotoren vol aan het gras, klaar voor om te rijden. Dus alles spanning er volop, weet je wel. En dan sta je daar als klein manneke van 5 of 6 jaar. En dan zie je dan gaat dat lint omlaag en dan stuiven die allemaal. En dan moet dat door dat hele kleine gaatje aan het einde het bos in. Ja. Ja, op een of andere manier heb ik dat onthouden. En dat moet volgens mij... Dat is natuurlijk ook wel iets wat je bijblijft. Natuurlijk zoveel geweld eigenlijk. Hè? Dat ken je op die leeftijd misschien nog niet. Ken je dat soort geweld op je leeftijd? Nee. Maar ik vond het zo ongelooflijk stoer, weet ik nog wel. Want het was, weet je, dat waren voor mijn idee... buitenaardse mannen bijna, weet je, die dat durfden. Die dus hier met 40 man durfden en dan door het gaatje waarvan er misschien 2 in kunnen. Ja. Dat ze met z'n allen dan knokken wie daar als eerste was. Ja. Nou, die geur en het geluid. En jij kwam hier met je vader, zei je? Jouw vader was een crosser? Nee. Nee? Sportliefhebber. Sportliefhebber. Ja. Dus eigenlijk zoals dat in bijna iedere Brabantse motorrijder wel zit, dan moet je iets met cross hebben. Je werd overal gecrossed, dus dan kwam je vanzelf. En jij stond hier dan, maar heb je daarna nog zelf iets met cross gedaan? Nee, niet zo heel veel hoor, zelf. Ik was sport voetballer. En daarna kom je op een leeftijd dat je mag een brommer rijden. Ja. Dus ja, dan gaat dat er op een gegeven moment gaat dat gebeuren natuurlijk. En we hebben hier langs het kanaal, het pad waar we net gereden hebben, dat zandpad. Ja. Dat liep vroeger verder door. En daar gingen we wel met onze brommers heen. En dan moest je natuurlijk wel, dan moest hij harder. Dan moest het harder. Ja. Maar ik heb zelf geen cross ambities gehad of zo. Nooit überhaupt een baan op geweest? Nee. Nee. Nee, nou ja, niet in competitieverband. Wel met eigen motoren een baantje gereden. Want we hadden bij ons ook zo'n cross. Die heb ik wel gereden. Ja. Maar nooit in team, nooit in een sportverband. Nee. Ja. Maar dus het zaadje voor het motorrijden is dan wel hier daadwerkelijk? Het begin is wel... Ja. Naar mijn idee is dat hier wel gelegd, ja. Dus de eerste actieve herinnering? Ja. Mijn eerste actieve aan motorrijden. Zeker, ja. Mooi, man. Absoluut. Weet je nog wat je eerste motor was? Mijn eerste motor? Dat was XV. Een XV 7,5. Yamaha is dat dan, geloof ik? Ja. Welk jaar? Geen idee. Ik weet dat ik kon hem betalen. Het was een oude en ik weet dat ik kon hem betalen. Hij was betaalbaar. Dus, ja. Voor mij bracht die brommer meer vrijheid. Je kon groter, je kon verder weg. Je kon naar plekken waar je... Je hoefde niet meer in het dorp te blijven, want... Nee, en ik hoefde ook niet meer te kijken waar ik met mijn ouders met de auto naartoe ging. Ik kon zelf bepalen waar ik heen ging. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste van die brommer geweest. En vervolgens ga je naar de motoren toe. En dan heb je zeg maar
dat beeld van Marlon Brando, James Dean, Easy The Rider. Weet je, ja. Dus dat heeft met die combinatie van dat gevoel, zeg maar, dat je dus de hele wereld kunt gaan ontdekken. Ja. Met je motor. Dat zit in dat soort films. Dus mijn XV was ook een. De eerste XV die ik had was een beetje een halve shopper, zou ik maar zeggen. Half custom shopper. De tweede was een echte. En toen kwam ik er eigenlijk achter. Van ja, dat is. Ik vond die motoren nog altijd wel mooi, maar het is niet zoals ik rij. Nee. Het is niet, die brengt mij niet wat ik wil. En toen ben ik naar een. Dus eigenlijk een beetje wat jij overgenomen had van een Easy Rider, dat idee, weet je wel. Ja. Daarom heb je toen ook een shopper gekocht dan? Ja. Ja. Ja, dat na het gevoel van. Heb je ook zo'n jas als Marlon Brando? Nee, niet zo extreem. Nee. Maar dat gevoel dat je met je motor de hele wereld in kunt. Mm-hmm. Maar dat zat voor mij gekoppeld aan dat soort motoren. Ja. En, want je had eigenlijk alleen maar gezien dat mensen dat op die motoren deden. Ja, of je ging crossen, weet je, of je ging crossen of racen. Ja. Hè? Maar als je dus voor je vrije tijd iets ging doen, voor je de wereld, dat deed dat met zo'n motor. Ja. Weet je, en hoewel ik nog altijd kan genieten van een hele mooie custom. Ik vind het kan steeds heel erg mooi zijn. Ja. Is voor mezelf met die Super Teneré die toen gekocht heb. Daarmee ging de wereld echt open. Ja. Weet je, daar kun je want, alles mee. Want dat zocht je wel, hè? Dat je de wereld inkomt. Ja. Want je bent reisjournalist. Ja. Wanneer is dat begonnen dan? Want was dat de wereld in willen trekken, was dat er eerder dan dat je hier stond en dat die motor er was? Dat zaadje bedoel ik dan? Nee, maar het is wel vrij snel daarna gekomen. Ja? Ja. In de familie wordt nog altijd smakelijk verteld over dat we op een camping stonden in Frankrijk. En dat ik met, ik denk dat ik 7, 8 was, met een 7 denk ik. En dat ik met een bootje het water op ging. Dus we stonden aan zo'n rivier en ik ben in het bootje gestapt en ben gaan varen. Maar ik kwam niet meer terug. Dus op een gegeven moment paniek op de camping. En de hele camping gemobiliseerd. En dan zou een zoektocht komen. En, ja. En uiteindelijk kwam ik weer rustig aanpeddelen. Maar ik was gewoon weg, vertrokken. Weet je wel, gewoon die bocht. En dan kijken, wat is er achter de volgende bocht? Hey, verrek, een eilandje. Dan ga ik eens op het eilandje kijken. En wat zou er verderop nog zijn? Ja. En zo ga je, en zo ben ik zoals ik steeds verder gekomen. En die twee dingen heb je dan eigenlijk gewoon gecombineerd tot motorrijdend... Motorreizend journalist. Ja, zo is het eigenlijk bijna parallel gegaan. Want die motorjournalistiek of die reisjournalistiek is. Ik ben daarin terechtgekomen een jaar nadat ik mijn eerste motor had. Ja. Dus ik heb op de eerste motor ook nog een verhaal gemaakt. Dus, wat was dat verhaal? Wheels. Wheels? Ja. Ja? Ja. Ik ben op één cilinder teruggereden. ik durfde hem ook niet meer uit te zetten met tanken. Ja. Ik denk, als ik hem nu uitzet, dan doet hij het niet meer. Maar was dat niet angstaanjagend? Zo van, oké, nu ga ik het op de motor doen en nu blijkt, gaat dat ding stuk? Nee, juist mooi. Of is dat mooi, juist een beetje benzine op het vuur? Nee, juist mooi, juist mooi. Juist mooi, dat je met die motor... ik weet dat ik richting Wales reed door Yorkshire Dales en dan... Ja, gewoon die hele wereld om je heen. En je zit daar middenin. Je bent eigenlijk onderdeel van die wereld met jouw motor. Jij en je motor. Ja, heel anders dan in een auto natuurlijk. Totaal anders. Ja. Totaal anders. Totaal anders. Ik weet niet, ik zou niet weten of dat... Ja, ik denk niet dat ik het heel erg leuk zou vinden als ik dat in de auto zou doen. Nee. Nee. Met de motor ben je... Ja, want dan zit je er middenin. En je hebt dat gevoel dat je... Je hebt ook dat gevoel dat je iets aan het ontdekken bent. Je voelt de wereld om je heen. Je voelt of het koud is. Ja. Je voelt of het nat is. Ja, heel goed. Weet je, of er een hele harde wind staat van links naar rechts. Dus als je, en wat heel erg leuk is als je ergens komt met een motor... dat mensen zich heel makkelijk openen naar je. Ik rijd bijna alles alleen. Ja. En dan ben je toch een beetje die eenzame motorrijder die ergens terechtkomt. En dan mensen openen zich en... Ja, dan daarmee opent ook de wereld zich voor je. Ja. En heb je met de auto niet. Als je ergens een auto parkeert, ja, dan heb je auto geparkeerd. Ja, dan blijf je eigenlijk een beetje in die bubbels. Je komt op allerlei andere manieren kom je met mensen in aanraking. Ik kan me bijvoorbeeld in Engeland herinneren. Met de motor, in de stromende regen gehad. Ja. Totaal verzopen. Dat ik alleen maar dacht, van als eerste de beste pub die ik nu tegenkom, moet ik stoppen. Weet je, ik moet wat eten, ik moet opdrogen. En dat was in Portsmouth was dat, in een havenstad. Ja. En aan de haven, en dat was echt een dubieuze kroeg waar ik terecht kwam. Weet je, ik kwam ook binnen en ik werd ook aangekeken van, nou, slaan we hier eruit. Maar ja, ik zag helemaal verzopen, zag ik eruit. Dus daarmee ontstond er al iets van, ja. Jee, waar komt die... Wat,
wat doet die gast hier? Wat bezielt hem? Wat doet die gast hier? Ja. En het werd supergezellig. En ik ben uiteindelijk heb ik tussen de gasten gezeten daar. En toen ik wegging, mocht ik niet afrekenen. Je mocht niet afrekenen? Nee. Nee, en weet je, een regenpak ging mee naar achter van in de keuken om op te warmen en te drogen. Boven de soep. Ja. Have a seat, love. Weet je wel. Come on, have a seat, love. Have another one. Ja. Weet je dat? En als je met de auto, weet je, ja, dan parkeer je hem voor de kroeg en je komt... Ja. Dat is toch anders. Ja. Zo werkt dat. Mooie motor, hè? Fantastisch, man. Ja. Zullen we een stukje reizen? Dat is de mooiste manier van reizen. Ja. Met afstand. On est parti. Voilà. On y va. Ah, dit is echt wel leuk, hoor. Een klein beetje avontuur, hè. Dit zo een uur, anderhalf uur achter elkaar, hè. Dat is het mooiste. Als jij op reis bent, Hans, ga je dan... zoek je dan ook dit soort paadjes op? Of ja. Vind je in het buitenland dit soort dingen misschien iets te tricky of zo? Nee. Juist niet. Juist niet. Het zijn de mooiste. Ja. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Gaan we hier weer rechts? Ja. Oh. Weg naar beneden. Ja, Brabantse zandgrond, Tom. Ik kom met de klei, Hans. Ik ben er niet gewend. Maar je bent nooit heel veel verder dan rijden weg geweest uit Brabant, geloof ik, hè? Als in qua wonen. Qua wonen, nee. Ja. Nee. Een soort van... bij toeval blijven wonen, denk ik. Bij toeval, ja? Ja, min of meer. Nooit iets beters gevonden? Nou ja, nooit de behoefte gehad misschien om ergens anders permanent te wonen. Ja. En voor een beetje in deze buurt, ja, bij familie en vrienden. Ah, is dat als reisjournalist dan ook fijn om zo'n echt vast honk te hebben, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Dus, ik ben zeg maar iets van 120 dagen per jaar ben ik op reis. Je bent 120 dagen per jaar op reis? Ja, maar werk. Dus dan zitten de eigen vakanties zitten daar niet bij. Ja. En dan voelt het wel heel heel fijn, prettig, denk ik, als je ergens ook wel echt thuis ben. Ja. Het ligt denk ik aan mensen. Weet je, aan de mensen van wie je houdt of waar je graag bij bent. Heb je zo'n soort van, ja, hoe noemen ze dat? Reislust? Merk je dat aan jezelf? Dat als je te lang thuis bent, dat je dan weg moet of zo? Nou, ik heb altijd gedacht dat dat niet zo was. Ik heb ook altijd tegen mijn gezin gezegd van op het moment dat jullie dat niet meer trekken, dan stop ik er morgen mee. Maar dat zou ik ook doen. Maar nu in het jaar van corona merk je toch wel dat het anders is? Maar ik merk dat het dat me dat wel heel erg zwaar zou vallen, ja. Veel zwaarder dan ik had gedacht. Want op een of andere manier heb je het wel nodig. Of nodig niet. Levert het je heel veel levensgeluk op, of ik weet niet wat het is, hoe je het precies moet omschrijven. Maar het feit dat je ergens kunt zijn waar je van tevoren niet weet hoe de rest... Het mooiste moment van de dag, weet je, als je 's morgens ergens in een hotelletje... Je staat 's morgens na het ontbijt, je gooit je tas op je motor. En dat dan alles nog open staat die hele dag. Dat niet zeker is, dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Niet precies weet waar je gaat rijden, wat voor dingen je tegenkomt, welke mensen je ontmoet. Ja, of dat je kleddernat wordt geregend. Dat soort dingen, ja. dat is... Ja, dat is volgens mij het grootste moment van motorgeluk. En van vrijheid. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat je thuis eigenlijk gewoon niet hebt. Want je weet thuis wat er gaat gebeuren. Want je weet dat je gezin er is. En je weet, de kinderen moeten naar school. Hè? Ja. Ja.
Ja, er liggen heel veel dingen vast. En wat je nu ook merkt in zo'n coronajaar, hè, ik heb heel veel verhalen in Nederland gemaakt. Vind ik fantastisch. En ik vind in Nederland rijden ook erg leuk. En er zijn heel veel mooie verhalen te vertellen. Maar heel veel dingen zijn wel gewoon hetzelfde. Weet je, de Albert Heijn is gewoon de Albert Heijn. Ja, dan maakt ook niet uit in welke plaats je komt, het is altijd hetzelfde. Nee, die zijn hetzelfde. En dat geldt voor de wegen, dat geldt voor richtingaanwijzers, voor de bomen, voor het landschap dat je ziet. Dat zijn toch dingen die je kent, die een soort van vertrouwd zijn. Ja. En in het buitenland heb je dat niet. En dan kun je echt, ik zag laatst een beeld voorbij komen van een weggetje ergens in het zuiden van Europa. Met van die zo'n mooie olijfbomen ernaast en zo. Ja, potdomme. Daar wil ik graag heen. Geloven mensen dat jij als reisjournalist echt avontuur hebt? Nee, bijna iedereen denkt dat het een bedachte naam is. Maar dan zou ik hem wel heel erg voor de hand vinden liggen. Zou ik hem slecht bedacht vinden. Heb je wel eens van dat soort landen bezocht waarvan je dacht van, nou, dat weet ik niet? Ja, er zijn er een... Weet je, wij vergeten in Nederland natuurlijk enorm hoe enorm bevoorrecht wij hier zijn. Weet je, met alles geklaag en gedoe en dat soort dingen. Ja. Er zijn zoveel landen waar dat niet kan. Hè, waar mensen niet kunnen zeggen wat ze vinden. Geen kansen hebben als je niet tot de clan van de overheid behoort. Die zijn er natuurlijk heel veel. En dat soort landen ben ik ook al geweest, ja. Oh, fuck, draai je verkeerd. Gaan we verkeerd? Ja, ik had rechts afgemoet. Gaan we draaien? Ja? Yep. En dan hier weer links. Ja. Spelen. Molenschotse weg. Ja, duidelijk, daar moesten we heen. Zal ik dat vervolg gewoon eerder zeggen? Even kijken, nu zijn we bijna Molenschot, denk ik. Molenschot. Ja. Voilà. Bescherm dorpsgezicht. Ah, ik snap wel waarop. Ja, toch? Ja. Het mag er wel wezen. Je zegt, ik ben 120 dagen per jaar ben ik weg. Voor mijn werk. Ja. Ja. Ga je dan zo in het weekend ga je dan zelf ook nog een keertje rijden, of niet? Of heb je er dan wel een keer de P in? Nee, ik zou best graag willen rijden. Maar op zich, als je dan terugkomt, dan breng je tijd toch met je gezin door. Ja. En dan zijn er andere dingen belangrijk. Weet je, dan moet je bij de kids naar het voetbalveld en aan het sportveld staan en dat soort dingen. Maar heb jij dan ook het idee dat als je gaat rijden, dat het... Omdat je natuurlijk... Ja, je leeft gewoon bijna de helft van het jaar. Bijna een derde van het jaar leef jij op die motor, hè? Heb jij het idee dat je, als je dan op die motor weg bent, dat er ook echt iets uit moet vloeien? Dat er een verhaal uit moet vloeien? Ja, daar ben ik op zich voor op pad. Ik ben op reis om verhalen te maken. Ja. Dus dat is de insteek. Wat ik dan eigenlijk wil vragen is het dan nog wel leuk om gewoon zelf een keertje motor te rijden en niet met een verhaal bezig te zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Alleen het is bij mij zo met elkaar vergroeid. Die twee dingen zijn zo dat een soort van onlosmakelijk met elkaar verbonden is geworden. Maar nee, het is zeker leuk om gewoon te rijden. Absoluut. Ik zeg niet dat het helemaal niet gebeurt, maar het gebeurt niet veel. Nee. In die zin, het is leuker als je er ook nog een verhaal uit haalt dan. Dat proef ik dan toch wel ergens terug. Ja, ik hou heel erg van verhalen maken. Ja. En daarmee bezig zijn, dat je daarin kunt verdiepen in een bepaalde plek en dat soort dingen. En als je dat samen met je motor kunt doen, ja, dat is voor mij gewoon de mooiste combinatie die er is. Ja. Dat is niet alleen mooi meegenomen, dat is gewoon echt de mooiste combinatie die er is. Ja, dat is de mooiste combinatie die er is. Weet je, het rijden, weet je, gewoon ja, het buiten zijn, afzien. Afzien hoort daar zeker ook bij. En dingen doen, weet je, als je... Ja, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, hoor, maar... Ik reed vorig jaar, zeg maar, net na die lockdown, hè, toen alles heel streng was. Op een gegeven moment mochten we de grens weer over. Toen reed ik in Zuid-België, Noord-Frankrijk.
Ja, dan rij je en dan zie je rechts zie je een riviertje. En dan gaat een toegang tot een akker ook. Dus het is een soort overgang door het water waar die tractoren doorheen gaan. Ja. Ja, dan denk ik van, goh, daar ga ik ook oversteken. het gaat naar een akker toe, dus ik heb er niks aan verder. Ja. Ik kan niet doorrijden. Maar dan denk ik, ja. Gewoon het even beleven. Kijken of hoe dat gaat, of dat lukt. En dat ziet er gewoon mooi, weet je. Dus je bent in the middle of nowhere en er is zo'n passage. En ja, dat gewoon dan even doen. En dan sta je 's ochtends om 8 uur sta je tot aan je kruis in het water. Ja, dat je motor uitvalt. Hij zakte verder weg dan ik had gedacht. Dus, is een verhaal mooier als er een beetje afzien in zit? Ja, zeker. Ja? Want je hebt, zeg maar, dingen worden extra leuk. Als er ook, het is een soort van golfbeweging. Hè? Als alles vlak is, als je één stabiele beleving hebt, dan gebeurt er op zich heel weinig. En als je afgezien hebt en daarna wordt het comfortabel op een of andere manier, dan waardeer je dat weer veel meer. Weet je? Het zijn de pieken en dalen die het verhaal eigenlijk maken. Ja, zeker. Als je inderdaad tot zover in het water staat en het is nu 3 graden, het was 3 graden nog 's morgens, weet je wel. Dan is het wel lekker als het opdroogt op een gegeven moment. Ja. Dan voelt dat wel fijn als je voeten weer droog zijn en ze worden weer warm. Hoe ver denk je dat het vanaf hier nog is dan? 3 kilometer. Oh, oké. Nou, 4 kilometer geeft hij aan. Ja, goed. PS'je. 3, 4. Ja, het is het verschil, hè? Dat is een verschil van 1 kilometer. Als ik goed je zou moeten lopen met een lege tank. Je hebt in Nieuw-Zeeland op het Zuidereiland gehad met een lege tank. Echt? Ja. Dan, dat ging golvend op en neer. Met wat voor motor was dat? Het was een Harley. En in die tanktop dan naar beneden toe zetten hem uit, weet je wel. Gewoon helemaal uit. Ah, die tank was gewoon helemaal leeg. En dan naar boven toe, dan blazen in die tank om nog een paar druppels erin te krijgen, dat hij nog even startte. En dan kwam die nog boven, dat het lang is. Ik had zo'n mazzel, want dan ging op een gegeven moment boven, er was nog een hele lange afdaling. En dan beneden aan die afdaling was het tankstation. Hoera, hoera. En zo heb ik in Albanië een keer een lekke band gehad, recht voor een hotel. Ook zoiets, s'avonds laat, het was al donker. Dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk dan. Je wil in Albanië s'nachts niet in het donker staan natuurlijk. Nee. Ik stond voor een hotel. Heb jij altijd geweten dat jij reisjournalist wilde worden, Hans, of niet? Nee. Nee? Wanneer kwam dat besef? Nou, de bedoeling was dat ik sportjournalist zou worden. Dat was mijn idee. Sportjournalist? Ja. Ja. Dat was het idee. Maar een beetje per toeval kwam ik met die reisjournalistiek in aanraking. Ja. En toen wist ik eigenlijk vrij snel dat het moest gaan worden. Omdat een beetje alles wat ik leuk vind, komt daarin samen. Het is niet alleen maar op reis zijn. Nee. Dat is in feite maar een klein onderdeel. Nee, het reizen is natuurlijk één ding, maar het begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, daar heb je politieke kennis voor nodig, daar heb je een beetje aardrijkskunde voor nodig natuurlijk. Ja. Ja. Aardrijkskunde, politiek, economie, maar vooral ook, weet je, hoe leven mensen ergens? Hè? Dan hoeft niet eens heel ver te zijn, maar mensen die in de Ardennen leven, die leven al heel anders dan wij. En een beetje die essentie ontdekken, dat is waar je het voor doet? Zou je dat zo kunnen zeggen? Nou nee, het is meer het verhaal wat er ergens achter schuilt of wat er ergens te vinden is. Ja. Dat is interessant. Ze zitten op het oude straatcircuit. Yes. Welk straatcircuit is dat dan? Ja, Geelserijen. Geelserijen echt? Ja, het had een heidenlust heette het of zo volgens mij. Heidenrust? Heidenlust. Heidenlust. Lust, denk ik. Ja. Ik weet het niet zeker hoor. Maar toen jij hier vroeger kwam, toen werd er ook nog gereisd? Hier werd gereisd, ja, absoluut. Ja? En, over welke namen heb je het dan? De grote mannen van toen, dus
Boet van Dulmen, Jack Middelburg. Oh, ja. Die mannen die reden allemaal. Ja. Hoe oud was je toen? Nou, ook niet veel, een jaar of 7, 8 denk ik. Ja, dus dan heb je wel echt wat ja, beter geregistreerd dan die cross. En, Ja, hier weet ik wel iets meer vanaf nog. Ja. Want we gingen daar verderop en Gilsen gingen ze echt langs de gevels van de boerderijen. Echt, die stonden met van die stroobalen tegenaan. Ja. En dan met volle bak er langs, weet je, dat was ongelooflijk. Maar dan kun je nou bijna niet meer voorstellen dat mocht. Nee. Als daar iemand, dan gaat hij door de voorraam naar binnen. Ja. Bij die mensen. En toen die gasten, die deden dat gewoon. Ja. Dus ik zal niet zeggen dat het beter was. Volgens mij is het nou een stuk veiliger, maar... Vroeger was niet alles beter, maar wel... Nee, precies. Ja. Het was wel spannender. Dat wel. Hier is dat boerderijtje wat ik zei, was een langskwam hier zo, dat is die. Ja, joh. Maar toen lag de snelweg er natuurlijk nog niet, ja. Dat is best een flink circuit dan geweest. Dat was het langste stratencircuit van Nederland, heb ik me laten vertellen. Ik meen iets van 7 kilometer was het circuit, of 8, 7. Maar echt wel een big deal ook, dat die grote namen hier dan kwamen natuurlijk, hè. Ja. En je kon er gewoon tussen, dat was ook wel mooi. Ja. En probeer nou nog maar eens op het paddock te komen bij... Daar liep je gewoon, dan kon je gewoon bij die motor gaan kijken en vragen wat hij aan het doen was. Maar het heeft wel, ik denk wel dat die hele als je daarmee opgroeit met die races en die cross en zo. Ja, dat heeft wel invloed natuurlijk. Maar je moet ook niet te veel kijken naar hoe dingen waren, Tom. Het is ook het is leuk om op terug te kijken, misschien voor sommigen, maar... Je moet er niet aan blijven hangen. De mooiste rit die moet nog komen, weet je wel, dat is het idee. Is dat jouw motto in het leven? Ja, een beetje wel, toch? Ja, vind ik wel. Ja. Wat je net ook al aangaf, dat het mooiste moment is dat je die startknop indrukt, hè? 'S Ochtends. Ja. Ja. Je spullen erop en alles kan nog gebeuren, weet je, alles staat nog open. Kom maar. Ja. Meisje. Ja, en nu? Ja, en nu. Ja. Ja. Ja, wij kunnen er rechts langs over de stoep, hè? Sjoe. Ja, met die auto's, joh. Komt hij er nog tussendoor? Ja. En dan wil die vrachtwagen weer weg. Geweldig. Wat een puzzel. En dan allemaal in Gils. Sudoku is er niks bij. Klein stukje nog. Dan gaan we hier gewoon rechtdoor? Ja, rechtdoor. We moeten direct ergens rechts, maar ze zijn er aan het bouwen. Het is toch al een happening hier. Dus ik denk de volgende. Even zien. We gaan deze moeten hebben. Maar maakt niet uit. Kan zo ook. Heb jij je nou niet stierlijk verveeld in dat jaar van corona, dat je ja, eigenlijk gewoon vastgekluisterd zit aan huis? Nee, dat niet, zeker niet. Het begin zelfs wel een beetje weldadig ook om uit het ritme te zijn op zich, op een of andere manier. Het was ook wel een beetje avontuurlijk en spannend allemaal, hè. We maakten voor het eerst... Onze generatie maakt dus echt iets mee, zou ik maar zeggen. Ja. Dus het heeft ook wel iets spannends in zich. En het was, ik vond het ook wel leuk om, of prettig, om met het gezin, zeg maar, tot een bepaald rustpunt te komen. Vond ik ook wel mooi. Alleen op een gegeven moment, dan ga je wel het verlangen krijgen om nieuwe verhalen te beleven, om nieuwe dingen te beleven, Dan ga je in eigen land dan maar op ontdekkingsreis? Ja. Ja. Voor Nederlanders is dat een beetje een gek gevoel. In eigen land op vakantie moeten. Dan klinkt het toch alsof je een beetje budget op vakantie gaat. Ja. Kijk, ik heb me enorm geërgerd aan al die verhalen en social media berichten van... Hoe ongelooflijk spannend en avontuurlijk Nederland eigenlijk is. Want dat is niet zo. Maar het is wel heel erg mooi.
Nederland is wel prachtig. Er zijn heel veel mooie, fantastisch mooie plekken. Weet je, en, maar ja, zeg dat dan gewoon. Ga niet vertellen dat je hier in een soort van ergens, in een soort van wildernis terechtkomt, want dan kom je niet. Nee. Je komt hier nergens in de wildernis. Je hebt overal bereik. Hè, en als er iets gebeurt, dan heb je binnen een kwartier heb je hulp. En dat is een groot goed, dat is prima, dat is hartstikke fijn. Maar je moet de dingen niet anders maken dan ze zijn. Weet je, daar heb ik een beetje moeite mee. En wat is er mis mee om gewoon te zeggen dat Nederland prachtig is? Is dat dan niet goed genoeg of zo? Nee, dat is wat Nederland is. En ik heb in dat jaar fantastisch mooie plekken gezien in Nederland waar ik anders misschien afgelopen jaar niet was geweest. Ik heb altijd best wel veel in Nederland gedaan, hè? Zeker ook op de motor. Heel veel ritten gemaakt in Nederland. En met ongelooflijk veel plezier. Maar een wildernis of avontuurlijk, nee, dat is het gewoon niet. Ja. Weet je, en dat is dan wel een beetje wat je gaat missen. Hè, zelfs als je maar in de Ardennen komt, daar zijn dingen al vaak al spannender dan dat ze in Nederland zijn. Ja, een beetje een scherp kantje wat eraan zit, dat vind ik wel mooi, ja. We gaan driekwart rond. Driekwart rond? Driekwart. Oh, wacht. Ja, nee. Ik doe het fout. Driekwart rond moesten we. Fuck. Dan gaan we weer terug. Draaien. Heb je als je zit te praten, hè? Oh, maar dat is ook wel een leuk bochtje. Mooi bochtje wel. Ja, ja. Mioep. Oké. Hop, rechts dan. Ja, ketting ligt echt slap, joh. Ja, die ligt heel slap. Gewoon ratelen. Ja. Je moet van het weekend eventjes stellen. Ik voel hem slaan. Ja. Dat is niet goed. Hé, we gaan hier een van de mooiste stukken van Brabant binnen, hoor. Nou ben ik benieuwd. Landgoed De Hoevens. Het mooiste stukje Brabant, dat is wel een label om... Dat is een beetje overdreven misschien. Ja, dan zetten wij hem even hier neer. Het mooiste stukje Brabant wil je het niet noemen, geloof ik, hè? Nee, het mooiste... Het moet weer voor zichzelf uitmaken wat je het mooiste of beste of weet ik wat vindt. Het was voor mij alleen heel apart, omdat ik dacht dat ik elke vierkante centimeter zo'n beetje wel gereden. Hè? Dat ik hier op een paar kilometer van huis op een gegeven moment op een plek terechtkom waar ik nooit geweest was en die fantastisch mooi is. Dus dat is wat vind je hier nou zo mooi aan? Zo'n dik gravelpad, dus een landgoed. Het dik gravelpad is op zich niet mooi, maar als je hier achterin gaat, als je dus het bosgebied ingaat, dan heb je een pad lopen. Het is zo'n onverhard pad, een beetje een gravelachtig pad. Dat loopt zo met 15 kilometer ongeveer dwars door een heel mooi stuk landschap heen. Ja. En wat heel rustig en verstild. En een soort oud landschap ook. Weet je, oude akkertjes, kleine boerderijtjes. Maar is het omdat het zo on-Nederlands is dat het zo mooi is? Probeer die charme nou eens even te vatten voor me. Wat doet dit je? Omdat het denk ik een landschap is wat op veel plekken verdwenen is, waar je nog kunt rijden überhaupt. Ja. Waar je met een motor gewoon doorheen kunt rijden. Dat is om te beginnen al, hè, want we worden... Zonder weggestuurd te worden. Ja, ook dat. Overal worden we gedwongen op asfalt en dingen. Ja. En dit is een soort, toch een beetje een wat wilder stuk waar je doorheen kunt rijden. Ja. Met wat slingen, met oude bomen erlangs. Ja. Waar een watertje is, de grenspaal met België, dat je komt langs de grenspalen rijden. Weet je, dat maakt het een beetje spannend, vind ik. Ja. Dat maakt het mooi. Dat spannende, dat mis je in Nederland? Nou, dat moet je hard over je best voor doen, ja. Ja. En dat het dan zo in je achtertuin ligt. En dat het dan zo ongelooflijk dicht bij huis een stuk ligt. Wat ik in elk geval heel erg mooi vind. Wat voor mij de combinatie van motorrijden en reizen zo mooi maakt, persoonlijk. Dat echt op een paar kilometer van huis is, waar ik... Weet ik van 25 jaar nooit geweest was. Weet je, dat maakt het gek. Ja, ja. En dat maakt het voor mij bijzonder. Ja. Zullen we een stukje gaan rijden door het mooie Brabant? Laten we dat pad nemen. Dat is mooi. Als we niet weggestuurd worden. Hoeveel procent van de wereld heb jij denk je gezien?
Ik heb geen idee, Tom. Ik heb geen idee. Nee, het is ook niet, het is ook absoluut niet iets wat mij bezighoudt. Of, nee, ook niet van, je hebt mensen die tellen bestemmingen, weet je, van hoeveel landen ben je geweest en dat soort dingen. Maar dat is niet iets wat je bezighoudt, zeg je? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Ik vind het ook een... ja, god, als iemand het leuk vindt om het bij te houden, moet je het vooral bijhouden. Je hebt vast wel een grove schatting van hoeveel landen je gezien hebt, toch? Of niet? Of waar je geweest bent? Nee, ik weet dat het een aantal jaar geleden is het wel een keer aan mij gevraagd voor een rubriek of zo. Toen wilden ze dat weten. Toen ben ik gaan turven. Ja. En dan kwam ik op iets van, ik kwam iets van 70 of 80 of zo kwam ik uit. Ja. Volgens mij. Maar ik vind het totaal niet interessant. Dat vind ik wel grappig om te horen. Ik zou verwachten dat het op een gegeven moment, als je er dan zoveel hebt gehad, dan wordt het een soort van... wedstrijdje wil ik niet zeggen. Maar dan wordt het een soort van doel van, oké, dan wil ik ze ook allemaal gehad hebben. Ofzo. Als ik dat op mezelf zou betrekken, dan zou ik dat heel erg sterk hebben, denk ik, dat gevoel. Ja? Nee, ik heb het helemaal niet. En ik heb bijvoorbeeld, ik vind het juist leuk op bepaalde plekken waar je... ik kan een voorbeeld geven. Ik reed door Spanje een keer. Nee, soms dan kom je ergens en dan ben je met een verhaal bezig en dan zie je iets anders. Ik was dwars door Spanje aan het rijden, van noord naar zuid. Ja. En dan kwam ik door Extremadura. En dan zat ik eigenlijk maar 2 dagen voor dat verhaal. En... ja, dat vond ik zo fantastisch mooi. Dan was je ook met de motor doorheen? De eerste keer was, ja. ik was met de auto. Ja. Het had te maken met het soort verhaal en de spullen die ik mee moest nemen en zo. Ja. En toen kwam ik door Extremadura en toen dacht ik van ja, fuck, hier moet ik terug. Hier moet ik terug naartoe om motor te rijden. Weet je, dit is... hier moet ik met de motor heen. Voor een totaal andere beleving en een ander verhaal en een hele andere... Ik ben toen teruggereden, ik ben teruggegaan. Ik ben heel basic gaan rijden zonder navigatie. Gewoon, ik had een papiertje bij met 5 bestemmingen erop, of 6, ik weet niet meer. Ja. Dingen die ik wel, het waren ongeveer de etappes. En de rest gewoon laten gebeuren. Kijken wat er gebeurt onderweg, wat is leuk om te rijden, waar is het leuk om te blijven, waar wil je sneller weg. Welk weggetje pak ik wel, welk niet, gewoon op gevoel. Ah, dat levert een totaal ander verhaal op. En dat zijn vaak wel de verhalen die je aan anderen... Ja, als je zelf op vakantie bent bijvoorbeeld. Dat zijn de verhalen die je aan anderen vertelt. Ja, die echt wel indruk op je maken. Ja, en het feit dat jij, weet ik veel, in 120 landen bent geweest. Dat is een leuk gegeven. Ja, maar dat is geen verhaal. Dat zegt verder niks. Dat kan ook gewoon zijn dat je een zakenman bent en alleen alle vliegvelden hebt gezien. Ja, of alleen highlights. Ja, ja. Ja, dus, en dat is prima. Ja, dat is, maar het heeft voor mij geen... geen toegevoegde waarde. Het heeft voor mij geen waarde. Nee, absoluut niet. Ja. Absoluut niet. Okay, hey Hans, was een mooi ritje. Goeie rit, man. Goeie rit thuis, hè. Wel thuis. Yo. Wil je deze route ook rijden? Download hem op www.motorrijders.nl.